de eindvoorstelling van Aisha's Dancefloor. Ik ben Aisha de Groot. Leuk. Sommige ouders die heb ik al wel ontmoet, sommige nog helemaal niet. Dus na de show mag je heus wel eventjes voorstellen als je dat leuk vindt. Vind ik altijd leuk om de ouders van de kinderen te ontmoeten. We hebben hard gewerkt afgelopen weken aan de voorstellingen. En toch in een korte tijd, want helemaal de kinderen van Broek en Waterland, nou, die zijn er volgens mij ongeveer vanaf maart ongeveer bij. En ja, ze staan hier toch maar. Dus ja, ik ben super trots op ze. Ik ben echt helemaal verliefd op jullie kinderen. Dus geniet ervan. En ja, een groot applaus alvast voor de eerste act. Feest! Geweldige show gezien. We staan hier backstage. Ik sta hier naast Aisha. Even je eerste reactie. Ja, echt top. Ja. Echt, ik ben super, super blij met de kids. En super trots op de kinderen. Dat ze het allemaal gedaan hebben. Want zij hebben het toch gewoon gedaan. En ik ben er echt, ik ben super trots. Echt heel trots. Ja. Hoe stond je hierachter? Want wij zagen het in de zaal. Het was geweldig. Hoe heb jij het hierachter ervaren? Nou, eigenlijk ging alles heel goed. Ik was totaal niet gestrest. Eigenlijk. En, maar ook gewoon door alle begeleiders. En ja, alles ging eigenlijk zoals het hoorde. Op rolletjes. Dus ik was hier helemaal... alles ging gewoon en ik was er helemaal tevreden. Dus dat ging helemaal goed. Nee, en want jullie hebben hier heel lang aan gewerkt. Hoe lang heb je nou aan deze show gewerkt? Nou, het verschilt heel erg. Want sommige kinderen die zitten nog maar vanaf maart op dansles. Want in Broek en Waterland bijvoorbeeld zijn we in maart pas begonnen met streetdance en ballet. Dus... bij hun was het de vraag, gaan we meedoen of niet? En uiteindelijk zeiden we gaan gewoon meedoen. En dus zij hebben echt maar maart, april, mei, 2-3 maandjes geoefend. Andere kinderen al wat langer, maar dan ook vanaf februari. Dus ja, zoiets. Wat zou je ontzettend trots zijn op alle kinderen, toch? De hele kleine tot de hele grote. Ja, ik ben echt super trots. Echt,
Echt op alle kinderen. En hoe gaan, want als mensen dit nou zien en die willen ook gaan dansen, dat kan gewoon. Ze kunnen zich inschrijven bij jou en ze kunnen lekker komen dansen. Ja, er is, je kan sowieso een gratis proefles komen doen. We zitten in Monnikendam, Ilpendam en Broek in Waterland. En meer info kun je ook vinden op de site. Die komt volgende week online op www.aisjasdancefloor.nl. En ze kunnen gewoon binnenkomen lopen. We hebben ook lessen voor volwassenen. Dit zijn natuurlijk allemaal tieners en kinderen. Maar ze kunnen gewoon binnenkomen lopen en les komen doen. En kijken of ze het leuk vinden. Nou, heel leuk. Geniet helemaal lekker van deze dag en van deze heerlijke vibe. En van je mooie bloemen, ja, en alle kinderen. Wij gaan de kinderen nog even wat vragen. En dankjewel voor de ontzettend mooie voorstelling. Nou, graag gedaan. Dankjewel. Nou, ik heb hier een heleboel sterren staan van Aisha's Dance Floor. Eens even kijken. Jij heet zelfs Floor. Dus ik even kijken. Kom even hier, kom een beetje om me heen staan, want hier is de camera. Dan kunnen we het allemaal een beetje zien. Lieve meiden, ik zie alleen maar meisjes, toch? Ja. Ik begin. Oh, sorry. En een jongen, jou zou ik graag eerst aan jou vragen. Kom even bij me staan. Hoe vond je het? Leuk. En was dat niet spannend voor zo'n groot publiek? Nee. En dan kon je wel even je moeder zien in het midden? Ja. Oh, je hebt het goed gedaan. Dan ga ik even naar de grote meiden hierachter. Jullie zien er prachtig uit. Hoe vond jij het? Ik vond het echt heel leuk om te doen. Ja, was je zenuwachtig? Nee. Was jij zenuwachtig? Nee. Nee. En eens even kijken, hier staat nog iemand. Ik ga jullie allemaal wat vragen, hoor. Ben je dan danspasje vergeten? Nee, maar ik heb er al eentje fout gedaan. Oh, het was niet te zien, want jullie hebben het goed gedaan. En hoe vond jij het gaan? Echt, ik vond het echt heel goed gaan. Ik vond het echt hartstikke leuk. Ja? En daarachter nog, Milou, heb je genoten? Ja, heel erg. Ja. Ja, zijn jullie ook een beetje moe? Ben je een beetje moe van al dat dansen? Ja. Ja. En al dat roepen, ben je ook een beetje moe? Nee. Jullie zouden nog wel een keer zo'n voorstelling kunnen doen. Nee, ik ben echt helemaal dood op. Ik ben ook helemaal dood op. Ik ben echt heel erg moe. En hoe vond jij? We hebben alles gegeven. Goed. En hoe vond jij het? Ik vond het heel erg leuk, want het was mijn vierde keer dat ik ging optreden in de Pommerijn. Okay, dus je was het eigenlijk al een beetje gewend op het podium. Ja, en ik vond het heel erg spannend. Hey, en jongens, voor wie was het de eerste keer vandaag op een groot podium? Voor jou? En voor jou? Kom eens even bij me staan. Dan kunnen we het even goed zien. Draai maar even om zo. En jij ook, denk maar. Hoe was dat de eerste keer op het podium? Leuk. Ja? En was je niet zenuwachtig? Een beetje. Klein beetje. En jij, hoe vond jij het? Heel goed gaan. Ja? En was jij een beetje zenuwachtig? Ja, best wel. Ja, er zaten heel veel mensen in de zaal, hè? Ja. Met oefenen vond ik het niet echt zo spannend. Maar toen ik al die mensen hoorde klappen en zo, dan dacht ik van, oh man, ik ben toch een beetje zenuwachtig. Ja. En jij, als een van de weinige jongens die zo goed aan dansen was, hoe vond jij het gaan? Leuk. Ja, was jij ook een beetje zenuwachtig? Nee. Nee, er was ook niks van te zien. Ik vind dat jullie het heel goed hebben gedaan. Kijk, we gaan even een begeleider. Ja, die halen we ook even voor de camera. Maak even ruimte. Maar blijf lekker staan. Want het is heel leuk dat jullie... Dat is je moeder, dat dacht ik al. Ik ga meteen naar je moeder toe. Hallo, hoe vond u het gaan? Ja, leuk. Ja. Hoe was het hier backstage? Want wij zagen het in de zaal en dat was natuurlijk een gelikte show. Maar jullie hebben hier heel hard moeten rennen. Ja, het was best druk. Ja. En hectisch, maar ze hebben goed geluisterd. Dus, ja, ja. En hun best gedaan. Ja, en we zagen steeds andere kleding en haar. Hoe hebben jullie dat zo snel gedaan? Ja, alles stond al klaar, dus elke keer werd er omgewisseld tussen de nummers door. Ja, dus ja. Dat hebben ze goed geoefend. Ja. En nou zegt hij al van, daar staat mijn moeder. Heb je hem nog wel kunnen zien optreden? Ja, we hebben vanmiddag de generalen gezien. Oh, toen konden jullie even in de zaal zitten. Ja. Nou, hij deed het geweldig. We hebben ontzettend van jullie genoten. Dus, en ik zie nog allemaal mooie make-up. En wilde jij ook nog wat zeggen? Oh, dat moet even anders. Kunnen we je niet zien. Hoe vond jij het gaan? Goed. Ja, was jij zenuwachtig? Ja. Ja, er waren een heleboel mensen, hè? Ja. En wat heb je tegen je zenuwen gedaan? Gewoon naar mijn vader en mijn moeder kijken. Ja. En toen ging het wel wat beter. Ja. En heb jij ook jouw vader en moeder gezien? Ja. Ja. Jullie moesten als eerste, volgens mij, hè? Jullie groepje. Nee. Vierde. Ja, vierde. En moesten jullie wel heel lang wachten dan hierachter? Oh, nee. Nou, niet heel erg, maar daarna wel heel lang. Wij moesten als tweede. Ja. En ook als achtste. Ik denk dat jullie misschien ook naar de foyer moeten gaan. Want volgens mij staan al jullie vader en moeders te wachten op jullie danssterren om te zeggen hoe leuk ze het hebben gehad. Ga gauw. Dat ging er goed uit. Echt heel erg goed. Ja,
Nico, kijk op je huis. Nou,